Jeroen en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is Jeroen, Europarlementariër Jan Huytema van de VVD. Nog geen 40% van de mensen die het stemmen meien nemen de moeite van de Europese verkiezingen. Tongensdje is het Wessevier, Jan Huytema, VVD Ruud Makkingeer, wil wij graag 4-4 onderslag in het Europees Parlement. Maar waarom eens? Nou, lid het me vregen, Jan Huytema, welkom in het Politbureau. Mooi dat je er binnen. Hoe is het om deel uit te maken van een club van zo'n 150 graaiers? Ja, nee, het is, ik heb het goed naar mijn zin. Het is, als graaier? Als graaier. Nee, ik denk dat het een belangrijk politiek lichaam is. Wij controleren natuurlijk de Europese Unie als Europees Parlement. En zeker, ik denk ik van Friesland, maar voor heel veel mensen is 60-70% van de wetjouwen komt uit het Europese Parlement of uit de Europese Unie. Hoor. En ik vind het belangrijk dat er mensen zitten die verstand van zaken. Ja, maar heel veel mensen dingen erover zo op het ogenblik, hè? Waarom? Dat je graaier binnen bijvoorbeeld. Ja. Het imago van het Europees Parlement is natuurlijk net al te best. Nee, dat is die onkostenvergoedingen. En ik bijvoorbeeld dat we 1 keer per maand naar Straatsburg moeten. Ja, dat is voor u zeker echt een doorn in tegen. En voor mij ik, hè? Want ik probeer zo volle mogelijk resultaten te boeken. En had ik dat steeds bijvoorbeeld op Facebook, dan is er altijd wel iemand bij van ja Jan, maar ik neem het net serieus. Maar snap je daar wat van? Ja, natuurlijk. En wij als VVD binnen ik heel druk met de wanden om te proberen die onkostenvergoeding sober te maken. En wij binnen ik poer op zin dat we naar Straatsburg moeten. Het slaat helemaal nergens op. Nee, maar daarvoor hoor je dus niks zien, want de Fransen vol dat en dan gebeurt het. Nee, dat is de realiteit op dit moment. Dat wij het enige parlement binnen de hele wereld, die het zelf net roegiet, werd het vergaderd. En dat is mooi Straatsburg nou ik zijn. Ja. En Frankrijk hoort het zin. En dat is, vind ik, schandalig. En dat moet zeker Frori, want dit sentiment heeft nog wel. Hè, van Europa kan heel veel goeds doen, maar dit bloed hing je. Dan is het logisch dat meestal ik zeg bij de stemmerij, tongens ik weer, we doen het net. Dat? En ik denk ik wel, we zitten in een Europese Unie met 28 verschillende landen. Ja, dat meesken zitten. Ja, daar zit in het parlement maar zo'n 40 meesken. 28 lidstaten, van wat het 10 stem nou? Hè? Nou ja. Wat dat zo'n stem die nou? En dan hebben we nog wat te zeggen. Rutte, zei ik, jouw leader, je politiek leader, die Europese verkiezings. Ik ben eigenlijk helemaal net zo belangrijk. Nee, zou hij in buitenhof? Ja, dat zou hij, ja. Wat dacht je toen? Nou, dat vond ik net zo handig. Hij bedoelde het verkeerd, zei hij. Hij had meer sms van dat hij ik net zou bedoeld. Wat zou je dan zien? Hoe je het bedoelt? Hij hier zei van het ging volgens mij over het populisme. En hij zei dat moeten we net bestrijden in het parlement. Hè, of in het Europese parlement, maar volgens mij in het nationaal parlement. Dat zei hij dat hij dat bedoelde. Ja, dat haalt je de koek. De uitspraak is die in de politiek leader van jouw partij staat van het binnen eigenlijk net zo'n belangrijke verkiezingen. Ja, wat zal dan een Europarlementariër dit maken hier nog? Ja, nee, maar dat is net de realiteit. Je kan wel degelijk invloed uitoefenen. En dan ben ik verschillende dingen wel geweest. Dat waar ik steeds ken van ook net West hier, wie het net bad. Neem eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld hier in Nederland hebben we broeken een soort kunstmest, wat eigenlijk stimuleert we door de nitraatrichtlijn uit de Europese Unie. Maar ja, hier in Nederland hebben we wel aardig wat eigendom, hè? Eigen stront wat je broeken kennen. Ik heb mooi een wetjouwing, het onpas dat we volle meer uw eigen mestbroeken kennen en minder hang binnen van kunstmest. Ja. Had ik er net west wie dat net gebeurt. Is dat zo? Ja. Dus dat is hier voor jouw wapenfeiten van Aurone Jern. Mm-hmm. Landbouw en milieu hou je in een portefeuille. Ben je Rick van de boeren alleen nog of zit je Rick voor de orenmeesken? Nee, je zit Rick voor de orenmeesken. Dat is heel belangrijk. Hè? Dat ben ik grote thema's die het nou spelen in milieu, hè? Luchtkwaliteit. Dus ik kijk een soort rapporten die bijvoorbeeld van de uitstoot van fabrieken en midden- en kleinbedrijven. Klimaatverandering is natuurlijk een hot item om het samen te sezen. Dus ja, dat zijn alle dingen die u zal herinneren. Toch profileer je, joh. Je wil vooral als boer. Hè? Ja, en ik vind dat ik belangrijk, omdat ik wel een van de redenen is van mij om in het Europees Parlement te zitten. Dat er heel veel praten met oer de meesken, met net mooi de meesken. En ik de debatten die ik hier doe. Ja, het kennisniveau van de sectoren is wel soms heel bedroevend. Ja. En dat we nou krijgen het doel van mij van iemand kennis van kennis en kunde, ik van de praktische kant, de politiek in. Je bent natuurlijk boer en politicus dan ook. Mm-hmm. Toch ga je juist direct nog aan het actievieren geweest. Dan ben ik boer en actievierder. Is dat wel een handige combinatie van Europa? Eerlijk zou ik daar wel oer nooit dacht. Om te zeggen van is dit nou handig om te doen? Aan de andere kant ben ik zowel liek als dat ik boer als politicus heb ik dezelfde mening. Ik vind ik als ik vind wel dat als politiek als politicus ik uw partij die stiet er wel voor van jongens. Je bleef gewoon maar de hand van iemands oor spul au. En je ging net de wetten uittreden en je komt er net zomaar op eens heen. Maar mag je je dan mengen in zo'n demonstratie? Ik vond dat een goed idee. Ja, wij adviseren je heel duidelijk als boerenpoliticus. Ja.
En zullen mensen die niks met de agrarische sector verder hebben, denken van nou, dan is Huytema dus net voor mij. Dat zou kunnen. En toen is er binnen verkiezings. Nou, en dan als ze denken, nou, dat vind ik net een goed idee, dan moet je net op me stemmen. Ja, ja. Even zo dat imago van de boeren, dat is net zo altijd geweldig op dit stuit. Hè. Dat het misschien nooit zou west. Dat is nou misschien nog wel slimmer. Dat zijn mensen die het business mishandelen en het milieu bedieren. Ja, dat vind ik heel jammer. En zeker ik als je in Brussel binnen, daar hebben we wat een oorbeeld in. Omdat heel veel andere landen ja, achterin altijd kiezen hoe dierwelzijn, diergezondheid en ik mijn milieubelasting. Dus daar is nog meer wier eigenlijk. Nou ja, daar zul je echt van, nou ja, daar ben je nog hele stap te maken. En dat probeer ik bijvoorbeeld wel op Europees niveau om te zeggen van nou, moet je daar ik strengere wetgeving voor, dat het in ieder geval ik weer op ons niveau komt. Dat is apart, dat een VVD voor strengere wetten vanuit een supranationale overheid ontdekt. Ja, maar net altijd, want we hebben natuurlijk wel een in Europa, in een interne markt. En die producten bijvoorbeeld uit Bulgarije, ja, die kan ik gewoon bij ons in de supermarkt lezen. Nou, dan wil ik dat het op dezelfde manier geproduceerd is. Dat vind ik wel heel belangrijk. Je borkje zelf maar 130 kei ongeveer, ja. Of kan iets meer wijzen. Dat dong oerskat wat er is, die kan ik zeggen. In zijn liedstukje Nederland, zijn liedstukje Friesland, dan maak ik wel minder beesten wijzen. Zo je kennen. Maar het is maar jongen, vinden dat net? Nou, eerst dat orenprobleem was oplossen. Hè. We hebben hier een mestoverschot, zeesje. Maar je broeken wel kunstmest. Nou, probeer in ieder geval eerst te zorgen dat je eigen mest broeken en zo weinig mogelijk kunstmest. Die circulaire bedrijfsfeer. Ja, nou, dat op je eigen bedrijf, is je eigen bedrijf dwarsom? Wij wel. Maar het gaat me net om mijn eigen bedoel. Maar, nee, maar een goed voorbeeld, Jan, natuurlijk, als parlementariër. Ja, nou, daar ben je wel mee bezig. Hè? Dat je, wel, ja, je bent wel een publiek figuur. Ja. En nou, het moet net zo wijzen, ja, Jan, hij had makkelijk praten, maar hij maakt het zelf net. Het zelf net ja. op orde. Het is een grote rotzooi. Hè? Maar Nederland, of Friesland zelf, is druk bezig met de circulariteit. Carole Schout is er maar bezig. Dus wij gaan nou proberen eerst nou, die reststromen die stohes te verwaarden. In plaats van ja, kunstmatig eigenlijk iets nice in die kringloop. Ja. Te stellen. Nou, Joostien op nummer 2 bij de VVD. Anja Haga, dat is de Friese kandidaat van de ChristenUnie SGP. Die hier een plan van Noord-Nederland maken. Zaken die ze berikken wil. Hey joh, ik zaken die er van Friesland komen, Matte. Nou, ik vind dat de agrarische sector is een heel wichtige sector voor Friesland. Een groot deel van de werkgelegenheid komt er ik voor. Net alleen in de primaire sector, maar ik onhangig, zul ik me zeggen. Dus ja, daar zet ik me vooral oer in. Verder wat ik belangrijk vind, is bijvoorbeeld de Europese Unie is net alleen een unie van markt en munt. Hè? Het is ook een unie van gemeenschap van waarden. Nou, en ja, ik vind bijvoorbeeld, maar ja, dat kun je eigenlijk niet hebben, maar mensen die gediscrimineerd worden, of dat ze een oor geloof of een oor taal praten, ja, dat net met barken in de Europese Unie en dat ik Brussel daarin optreden kan. Ja, uit op Brussel hebben en op Friesland, dan denk ik hoor. Plannen en projecten die jouw collega Kielstra van dezelfde partij, de deputaire van de VVD in Friesland, dat hij hield dit faalt om daar subsidie van te krijgen, omdat hij net aan de eerste voldoet. Ja. Is Brussel dan ik een logapparaat of CCO van Kielstra dat zijn werk net goed dan? dat kan ik net helemaal goed beoordelen. Het is wel zo dat die regels vanuit de Europese Unie wel heel streng binnen en dat er inderdaad wol heel beschikbaar is, maar dat het net altijd even makkelijk is om er rond te komen. Twee dingen wat ik daarover steeds kind van ja, ik vind wel dat het net zo wijze moet, dat het yield is, dat project ziek je moet. Nee, maar het is wel een goed plan, hè, natuurlijk, voor als het yield krijgt. Aan de andere kant, het is volgens bad dat lidstaten, hè, landen, het yield net goed besteden. Nou, en dat dan de Europese Commissie, die er eigenlijk net ja, verantwoordelijk voor is, wel verantwoordelijk behouden wordt en we omstuurd wordt. Dus dan is het logisch gevolg dat de Europese Commissie, ik zeg ja, dat net wer. Dus de volgende keer dat wij yield jouwen, dan moet het wel om al je bepaalde criteria. Ja, ja, al die regels, al die regels die yielden. 22e, het komt toch zien. Dan mag je stemmen. Ja. Ja, in Nederland. En dan de Orlando die volgt letterlijk. Ja, klopt, ja. En dan weten we nou, man die misschien wat uitslag is. Jan Huytema, die getuigen. We zullen eens eerst eens even naar hoe het is cartoonist, Gerco van Beek, naar deze gast en de materie die het. Ja, mat om publiek natuurlijk. Ja, 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 ken Jan en ik. Maar nou, we stellen ouwaarts hier benodigd op dit stuit te treden. Fractie in het Europarlement. En misschien wil je me nog wel een beetje geurt. En misschien wil je wel heel belangrijk bij de formatie van een nieuwe regering. Zeg ik nog maar even zeggen. Jan Huytema, in elk geval, tien dank voor je komst uit het Politbureau. Graag weer. En we hopen dat je beschikbaar blijft voor dit programma. Absoluut. Ja. Dankjewel. Ontzaf hier het Politbureau. Bedankt voor het zien. En graag ontnijden.